Ik ben Wout Zomer van BZ Ingenieurs en Managers, nauw betrokken bij netwerk dijkmonitoring en ook het spoorboekje. Aart, jij hebt net verteld over zeg maar, de categorieën, de kaders die we hebben beschreven. En dat heeft uiteindelijk heeft dat geleid tot een geannoteerde inhoudsopgave, zoals u wilt, van het spoorboekje. En daarin wil ik eigenlijk beginnen met de eerste drie stappen die heel erg nauw aan elkaar verbonden zijn. En die eigenlijk de input geven tot de routeplanner, tot het spoorboekje. En dan twee randvoorwaardelijke zaken. Hè. Hoe stel ik nou een monitoringstrategie op en een monitoringsplan? Wat komt er eigenlijk bij kijken? En een vraagbaak, netwerk, ervaringen en hoe we dat gaan delen. Nou, Aart en Martin die hebben dat net al aangegeven. Hè. Heel erg van belang is van waar zit de organisatie op dit moment? Hè? Welke technieken werken ze mee? Welke ervaringen werken ze mee? Eigenlijk ja, een beschrijving van de referentiesituatie, nulsituatie zoals je wilt. En daarmee focussen we op deze technieken. Nou, op het moment dat wij weten wat de nulsituatie is, dan gaan we de stap maken naar de ambitie. Wat is nou de ambitie? Wat is de stip op de horizon waar we naartoe gaan? En dat is voor iedere organisatie is dat anders. Hè. De een die is al een heel stuk verder als de ander. De een die heeft een beeld bij volledig slim uitgeruste dijken. De ander denkt van nou laat mij maar eens beginnen met waterspanningsmeters. En alles is goed hè, wat er tussen zit. Het verschil geeft je inzicht in wat is eigenlijk de ruimte die ik moet overbruggen om bij mijn ambitieniveau te komen vanuit mijn referentiesituatie. Nou, daarbij heb je dus zeg maar heuvels in je landschap gekregen. Waar ben ik heel goed in? Misschien achter die heuvel zit een dal. Hè? Daar moet ik nog meer in investeren om dat te ontwikkelen. Zo maak je dus eigenlijk zo smart mogelijk inzichtelijk welke verschillen er zijn tussen je uitgangssituatie en je doel en je ambitieniveau en hoe we daar komen. En hoe we daar komen, dat is dan uiteindelijk zeg maar, de routeplanner die we willen gaan formuleren met elkaar en gaan vormgeven. Zodat we ook uiteindelijk weten welke wegen die er zijn, welke wegen willen we nou gaan bewandelen. Of misschien willen we ze niet bewandelen, misschien pakken we wel een sportwagen en racen we over een snelweg heen daar naartoe. En misschien gaan we eens een keertje af en nemen een detour, al dan niet onder een dijk door, om te komen daar waar we willen. En dat is echt organisatieafhankelijk. Dus we tunen dat op de wensen en op de ambities en op de technische mogelijkheden die organisatie wil. Maar dat doen we dus niet. We laten het niet over. Hè, we als sector laten dat niet over aan het waterschap. We zeggen niet van nou waterschap, nou heb je het succes ermee. Want het is een vrij complexe uitdaging waar we mee zitten. Dus dat moeten we echt gezamenlijk als sector oppakken. En dat is ook wat de achterban van het netwerk dijkmonitoring toen concludeerde. Hè. Laten we hier gezamenlijk de schouders onder zetten. Wat er ook naar voren kwam was, help ons, geef ons een stappenplan om een monitoringstrategie en monitoringsplannen op te stellen. En geef ons ook inzicht in hoe we nou zo'n kostenbatenanalyse op een objectieve manier kunnen gaan uitvoeren. En wat daar heel belangrijk is vanuitgaan van die lifecycle monitoring. En het is helemaal niet erg, hè? Het hoeft niet in één keer perfect. Want die dijken die liggen er al een tijdje. Dus als je op een gegeven moment begint, dan krijg je kennis. En dan weet je ook weer waar je nieuwe witte vlekken zijn. Dus zo maak je stap voor stap, kun je daar vorm aan geven. En daarin houden we dus ook rekening mee met het monitoringstrategie en de monitoringsplannen die daaruit uit voorkomen. En ook vooral sluit aan bij de ervaringen, zoals Martin net al aangaf, die al aanwezig zijn in het veld. Dus wij gaan dat gezamenlijk gaan we dat bundelen. Rudolf. Dan kunnen wij volgens mij nu over naar de Menti. Ja, zoals Martin al zei, klucht in vier bedrijven. Dus zijn we de Dalton Brothers of Quick Quack en Quack en Donald. Dat laat ik allemaal aan jullie over. Ik wil even dat jullie allemaal in je borstzak graaien en deze even pakken.
Is er iemand die hem niet bij zich heeft per ongeluk? Dat mag je van mij even lenen. Ik werk met gezichtsherkenning, dus dan heb je verder toch niks aan. Maar goed. Jullie weten hoe Mentimeter is. Mentimeter.com. Gewoon typ het even lekker in. De code 18666157. Van achter naar voren 7516-6681. Zijn we er al? Als jullie even dat daaronder krijgen, zo'n hartje. Als je dat even intypt, dan zie ik wat hartjes. Dus ga ik ondertussen even tellen hoeveel mensen hier zitten. Normaal, ik zag jullie net veel, veel actiever op die telefoon terwijl ik een verhaaltje hield. Dus. Geen hartje. Gelijk naar de eerste vraag. Nou, daar heeft iemand ook wel heel attent. Dus dat is. Hebben jullie nog tips? Wij willen dus eigenlijk, wij willen als het klug van vier bedrijven, willen wij gewoon van jullie de input hebben, zeg maar. Oh, verdoest, ik heb hem hier ook voor mijn neus. Dus, nou, worden alle waterschappen hier actief meegenomen? Ja, in principe worden, dat zei Aard ook al, alle waterschappen worden actief meegenomen. Doch een selecte, doch uniek gezelschap wil net, hè, all animals are equal, but some animals are more equal than others, heeft ook iemand een keer gezegd. Dus die acht waterschappen zijn ieder. Wanneer klaar? Monitoren is never klaar. Dat wordt gewoon core business. Dat is tenminste mijn mening. PR is public relations. Dat is een goeie. Er is dus nog een vacature, zie ik. Goed en snel overzicht. Kan je dat ding ook laten... Heel goed. Nou, die vind ik ook wel inderdaad interessant, hè? Van die besparingen, zeg maar. Het is wel een beetje een Hollandse benadering, weet je wel. Soms is ook de kost gaat voor de baat uit, maar goed, je moet wel een beetje... De meeste besparing is achteraf. Ja. Het blijkt hoe waardevol het is. Ja. Dus die kun je niet vooraf uitrekenen. Ja, en het lastige is ook waarschijnlijk dat het ene uit beheerpotje komt en het andere uit het ontwerp en versterken. Dat hebben we natuurlijk briljant. Maar de waarde zit in de post onvoorzien. Nou, ik gok, dat zijn vier Belgiërs. Dus ik ga even vragen welke van onze Arn, Jadon, Patrick of Karim. Ik denk dat het Karim was, hè? Nou, omdat jij het bent, omdat u het bent, moet ik zeggen. Nee, maar je mag het. Maar je mag gewoon wel participeren. Natuurlijk is dat. Het gaat gewoon om het idee. En voor mij maakt dat niks uit. Dat moet je gewoon met z'n allen breed opstellen. Dus kan je hem nog even. Hachi. De vraag over alert solutions als pionier is te vroeg. Dat is natuurlijk wel een interessante, hè? Want dat zie je dus bij alle innovaties, dat de mensen die vooraf met innovaties beginnen, nooit het verzilveren. En dat is denk ik wel een beetje het zure van dit soort dingen. Organiseren die communicatie, die pakken we even op met Aard. Dus de WWK is een uitermate goed gremium om dat te doen. Die hebben ook een hele communicatieteams mee, dus die moeten, vind ik echt heel belangrijk. Basisinfo en beoordeling. Van wie is die vraag? Bart, kan je hem even toelichten? Rens heeft een microfoon. Aard gaf twee typen basisinformatie, zorgplicht en projectinformatie. Maar ik denk wat uit beoordeling en toetsing gaat komen ook. Of was dat projectinformatie? Dat was eigenlijk mijn vraag. Maar ja. Dan zou ik hem even wat explicieter maken. Want we kennen echt versterken, we kennen zorgplicht en we kennen beoordeling en toetsen. Ja. Die drie, die maken het voor mij zo interessant. Ja, nou, op zich is het wel interessant, hè? De vraag, wil België ook meedoen? Karim? Of nog weer Patrick? Of de Vlaamse Water? Nou, ze knikken allemaal in hun stem, maar ja, je weet het. Dus. Kijk, wat ik hier wel ook interessant vind van deze vraag is, we hebben het in Nederland, die werkproces heel erg verdeeld. Hè? Bijvoorbeeld als je windmolens aanlegt, dan legt de aannemer met waanzinnig veel sensoren eraan. Op het moment dat die opgeleverd wordt, wordt alles eruit getrokken. Want de aannemer is als het dood dat het gebruikt wordt om aan te tonen dat die windmolen al dan niet functioneert op de manier zoals het niet bedacht was. Dus ja, en eigenlijk wil je juist die informatie door laten gaan. En dat moeten we gewoon beter regelen. En dat zit ook echt wel een beetje bij opdrachtverlening. Dat we te krampachtig onze opdrachten wegzetten. En daardoor te veel met de verantwoordelijkheid bij de in dit geval zo'n marktpartij leggen. Ik denk dat we er een beetje doorheen zijn. Mag ik de volgende Mentimeter, alsjeblieft? Ja. Dit is eigenlijk het zwaan kleven aan, zeg maar. Hè? Uitwerken, realisatie van het spoorboekje. Coalition of the willing, zwaan kleven aan, doe mee. Dus eigenlijk heb je nu zo'n slider, volgens mij. En dan kan je dus gewoon zeggen van, wil ik
Je kan dus zeggen, ik wil meedoen, hoe zie je dat? Kennis delen of informeren. En waar het ons om gaat is van ja, wie voelen zich nu echt helemaal, ik ga ervoor. En dan op welke mate, hè, van gering tot veel, want dat kan ook nog. Dan heb je kennis delen en informeren. Nou. Het is altijd persoonlijk. Het is altijd persoonlijk. Jij hoeft niet bang te zijn dat Rijkswaterstaat dat je weer een budgetje moet regelen, Gerard. Komt er uiteindelijk wel van. Maar dit is stemmen met de voeten, zeg maar, eigenlijk. Dus. Ik vind het wel grappig dat de mensen die dus in de coalition van de Willing zitten, ongeveer op de mediaan zitten. En de mensen die dus kennis willen delen, eigenlijk ver. Ik bedoel, toen ik eindexamen deed, was dit mijn ideaal? Was dat wat mijn ouders hoopten en dat was wat eruit kwam ongeveer. Maar goed, dus even detail. Ja, ja. Nou, toen werd die 5 en met een herkansing werd het net die 6. Zo zijn we er gekomen. Nee. Nee, maar dat is helder. Ik denk dus dat dit wat interessant is dat er dus ook behalve de coalition of de willing, die vooral hier zit, dat wij dus, misschien slaat dat de opmerking van communicatie, vind ik wel goed, dat we dat als een extra dingetje meenemen, lessons learned, zeg maar, en informeren dat we daar ook mee doen. Ik stel dat we het communicatieteam Eenhoorn weer inschakelen om dat eventjes wat beter voor elkaar te krijgen. Mag ik de volgende, Peter, alsjeblieft? Nou, dit is natuurlijk de vraag waar het om gaat. Naam wil ik graag zien. Ik wil graag je e-mailadres en je 06-nummer. Nee, dit is een beetje van, we hebben er nu 8 mensen die, of 8 organisaties die zijn, maar zijn er meer organisaties? Ik bedoel, het zou best wel kunnen dat ik hier opeens een Vlaamse organisatie zie staan. En wie zijn dan wij om dat te weigeren, denk ik dan. Dus is dit de bedoeling dat we helemaal niks zien, of Peter? Ik val me toch een beetje tegen. Oh, het zijn er al 2. Ja. Rijkswaterstaat. Voor Vlaanderen is het nog te vroeg. Gerard als privépersoon is ook in de... Ja, jongens, dus het... Er mag een monitoring systeem in Zwolle geïnstalleerd worden, heb ik net gezien. Maar even deze vraag. Van... Arne, is die van jou? Voor Vlaanderen is het nog te vroeg? Mag even de microfoon? Misschien is het iets voor het kennisnetwerk Dijken. Dat is ook entiteitsoverschrijdend binnen het departement mobiliteit en openbaar werken. En daar zouden we ook wel een wagonnetje mee kunnen aanhaken. Ik zal het daar misschien op de agenda laten zetten. Is het wat om jullie bijvoorbeeld, we werken nu toch al samen, zeg maar. We willen ook verder gaan met een Polders to Sea project. Om dit gewoon als een soort onderdeel daarvan van bij op te nemen, waarbij je meer in de leerstand van elkaar kan zijn dan dat je in de actieve stand zit, zeg maar. Want volgens mij, die dijken die blijven langs de Schelde, die liggen en in Vlaanderen en in Nederland. Er schijnen nog een paar riviertjes te zijn als de Dommel en nog iets anders. De Maas, waar ook zoiets is, hè, waar toch iets grensoverschrijdend is, zeg maar. Dus daar zou je wat van kunnen. André? Nee, Winfried. Ik weet niet wie Nee Winfried is. Jij bent Nee Winfried. Kan je toelichten waarom je Nee Winfried bent? Nee, dat is niet deelnemende aan, omdat het tijdtechnisch niet gaat. En volgens mij zit onze club er al in. Ja. Dus is er allemaal mensen? Dus het is eigenlijk Nee Ja Winfried eigenlijk. Zo moet ik hem zien, zeg maar. Het is Ja HDSR, Nee Winfried. Zo? Ja, nee, is goed. Goh, maar ja, een leuke clubwerkje bij. Nou, dit is wel leuk, hè? Van KU Leuven Educatief. Jaron, ik weet niet waar je nu zit. Ja, je verhuist elke keer. Ja, dit vind ik wel een leuk spelletje. Je kan de Rens een beetje... Hadden ze bij mij ook moeten doen, dan scheelde een paar kilo straks. Ja, nee, Rudolf. Ik denk dat dat
altijd kan het gaat niet meer zijn met mij zijn, maar ons curricula verandert continu. We willen dat ook telkens up-to-date houden. En ik denk dat hier, ja, dat het een perfect punt is daarvoor. Maar is het ook wat bijvoorbeeld, hè, van we, nu hebben we een paar standaard dingen, maar dat we dus nieuwe meten- en monitoringtechnieken of zo, met een aantal studenten van jullie wat mee laten doen? Ja. Inderdaad, voor masterproeven, stages, bachelorproeven. Ik denk dat er wel altijd een invulling kan zijn aan onze kant. Ook voor andere universiteiten. Dat Peter Bonen er wel even op wil reageren. Dit doe je toch? Ja, dan kan hij even lopen. Nou, dan geef ik die microfoon gewoon weer door naar de andere kant van de zaal, via Rens. Oké. Okay. In Pijn Blokpoel. Sorry? Ik wou maar even meegeven. Graag deelnemen enzovoort, maar we hadden nog een vacature die nog moest ingevuld worden om de mankracht te hebben om... Goed. Het zijn ondertussen voor degene, jullie zijn allemaal hartstikke jong, 5 vacatures heb ik al, ben ik aan het tellen vandaag. In Pijn Blokpoel, wie is dat? Ben jij? Wil jij even je stemverklaring afgeven? Yes, hi. Bart van Knapen van In Pijn Blokpoel. Ik denk de afgelopen 10 jaar veel bezig geweest met waterveiligheid. En ik zit nu bij In Pijn Blokpoel. Ik denk dat we zeker een steentje kunnen bijdragen als het gaat om monitoring, waar we eigenlijk ook al 20 jaar, 30 jaar mee bezig zijn en ons veelvuldig hebben ontwikkeld. Dus ik denk dat we zeker mee kunnen denken hierin. Dus daar zou je ook als partner mee willen doen, zeg maar? Of als dat zijn zaken, maar als partner, zeg maar. Ja, dat zijn zaken die ik dan moet bespreken intern. Maar, okay. Ja. Ja. Aart, jongen, maandag 9 uur, heb ik net gehoord, bij de CIA. Jort, jij wel ook, je had ook een leuke reactie, dus misschien wil je die wel even komen toelichten. Bij de... Zou je toch heen moeten lopen, Rens? Ja, ik wou zeggen, ik zag niet waar Jort... ik denk als hij rij achter me is, maar nee. Henk, ben jij dat? Ja. Ik denk dat jij eigenlijk... Lijkt me hartstikke leuk, Ludolf. Sorry jongens, even serieus. Sorry dat ik je onderbrak. Ja, leek me hartstikke interessant. Hè? Dat sluit maar bij Jaan dan. Hè? Voor studenten zijn dit hele leuke, hè? Leuke proeven. Maar, hè? Master afstuderen, bachelor afstuderen. Hè? Een soort van pilots bij verschillende waterschappen zou heel interessant zijn. Maar daarnaast, hè? Volgens mij moet er ook nog heel veel onderzoek gebeuren. Hè? Met name verwerking van data, onzekerheden. Dus ik zie allerlei kansen voor, hè? Hartstikke interessant voor ons. Ah, dat is wel iets moois over wat er uitkomt. Die PR vind ik wel leuk, daar hebben we niet echt voldoende. Die interactie om naar het follow-up, dat je ook de toekomstige generatie meeneemt. Ja. Goeie. De heer Peters, is dat uw reactie? Nee. Nee? Ja, je hebt geluk, maar wil je even daar gaan zitten? Ja, ik hoorde dus... Interessant, hè? Wil je mee evolueren als beheerder? Wil je beter of meer in control zijn, zoals jullie dat noemen? Ik denk dat elke beheerder daar theoretisch wel ja tegen zegt. Maar wij hebben in Vlaanderen, maar ik denk dat jullie dat ook hebben, de laatste 10 jaar hebben wij wel gepiloteerd. Wij hebben met studenten eens iets gemeten. Wij hebben aangetoond dat je data van links naar rechts kan sturen en op je telefoon kan zetten. Nu, vooraleer denk ik dat wij hier, als, zoals Arne al zei, het kennisnetwerk Dijken van Vlaanderen, zich hiermee in wil storten, moeten alle beheerders bij ons, in het bijzonder de Vlaamse Waterweg dan, omdat zij de meeste kilometers hebben, eigenlijk die ambitie zetten. Stap 1 in Wouter zijn verhaal. Maar ik denk dat wij eerst die stap moeten zetten, vooraleer dat we hier het spoorboekje mee willen uitwerken. Er moet eerst in Vlaanderen vanuit beheer gezegd worden, wij willen eigenlijk dat soort locaties waar er heel veel risico is, of locaties waar dat we weten, ze zijn niet... volgens de huidige normen, en we gaan ze ook de eerste 20 jaar niet aanpakken, die locaties benoemen en zeggen, we willen daar op monitoring inzetten. Want nu is dat nog niet gedaan. En dus dat moeten wij denk ik eerst in Vlaanderen echt gaan vragen aan de beheerders. Dus in die zin was het voor mij nu inspirerend. Ja. In plaats van af en toe op onze inspectiedag, bij ons heet dat dijktrefdag, om daar weer een voorbeeld van monitoring te geven, moeten wij daar misschien eens met onze stuurgroep gaan zeggen, gaan we nu monitoring
als een onderdeel nemen binnen jullie ambitieniveau? Of volgen jullie gewoon wat er in de wereld gebeurt? En op dit moment volgen we wat er anderen doen. En er is niemand verplicht, denk ik, van een beheerder om het te doen. In tegenstelling tot dammen, die hebben daar toch meer af en toe plichten rond. Ja, dus die oefening moeten wij eerst doen, denk ik, in Vlaanderen. Oké, maar als wij kunnen helpen of een keertje langskomen, ik schijn wel eens in Antwerpen te komen, dan is dat geen probleem. Zullen we gewoon de volgende doen? Voor mij is dat de laatste ook tegelijkertijd. Kijk, de naam staat er, dus hij is er vandaag niet bij, maar de Jaap. Dit is natuurlijk, hè, waarmee kun je ons helpen? Zeg maar. Dit is een open vraag, hè, van wat hebben jullie in de aanbieding? Dit vind ik nog steeds een van de meest mooie. Hè? Het is een soort Hansje Brinker, maar dan in de moderne tijd. En als je goed kijkt, zie je dat dit dan toch alweer een apparaat is met een beeldbuis uit de tijd dat Philips net begon ermee. Dus het is dus modern en tegelijk ouderwets. Dus het is gewoon een open vraag. Als je zegt van, joh, ik heb helemaal niks, zeg dan even niks. Als je zegt van, ik heb wel een paar leuke ideeën, of ik heb nog een stukje over, of een pilotdijkje of iets anders. Alles is goed. Nou ja, dat kan ook zijn. Hè? Van, we hadden het over monitoren. Van, Hanneke zei dat bijvoorbeeld, hè? Over dijkmonitoring. En toevallig zit de dijkgraaf van Rivierland in ons bestuur. En die zei, als het hoog water is, heb ik 1500 migrerende bevers door mijn gebied heen. Nou, dan weet ik echt niet waar ze zitten. En je hebt ongeveer anderhalve dag de tijd voordat ze die dijk in gaan. Dus dan wil je weten waar ze zitten. Dus misschien moet wel op een heel andere manier erachteraan dan we nu doen. Misschien is het niet alleen fysiek monitoren, maar ook zo chippen of weet ik wat. Geobiet. Van wie is Geobiet sinds 2012? Rens, hij zit daar weer. Je mag een dubbele boterham straks. Nou ja, we hebben sinds 2012 hebben we die dingen in de Grebbendijk zitten, een paar raaien. Maar de vraagteken staat erachter. Ik weet niet of dat behulpzaam is, die data. Bij ons de uitdaging ligt eigenlijk nog steeds om een paar keer een beetje of een serieus hoogwater te krijgen om er iets uit af te leiden. Ja. Dus het is een vorm van monitoring. Alleen, nou ja, de vraag is, is dit op maat en is het een onderdeeltje in een geheel? Ja. Daar laatste is het antwoord volgens mij al heel snel ja op. Ja, en voor mij is dat het lastige dat ook bij Rivierland, bij hoe heet dat ding? Bij Tiel, hoe heet die? Willemspolder, geloof ik. Daar zit ook meter monitoring, maar die hebben ook te weinig hoog water gehad om het eigenlijk te, dat is natuurlijk het lastige. Dus ja. Oké, die doen we zoals een hele. Van wie is deze? Connecties met andere programma's? Ja, die heb ik. Oh, kan je even de stemverklaring? Ja? Oh, ja, nee, hij doet het al. Ja, nou, in zoverre, je ziet eigenlijk dat er heel veel projecten en programma's en ontwikkelingen zijn. Ik zou zeggen, laat 1000 bloemen bloeien en kijk waar je het bij elkaar kunt brengen. Ja, oké. Okay. Ja. Even een vraagje aan Kees, voor de andere professor Dangremont. Hoe kijkt u tegen dit soort ontwikkelingen? Met uw expertise, u doet ook in Singapore, doet u nog wat, zeg maar. Dus, Ja, ik aarzel een beetje om heel positief te reageren, omdat ik eigenlijk met heel veel belangstelling jullie activiteiten volg vanuit de Singapore-context. Maar op hetzelfde moment merk ik ook dat doordat alles in het Nederlands gebeurt, het voor mijn relaties in Singapore ontzettend moeilijk is om daar echt bij aan te sluiten. En wat ik toch mis, ja, dat is eigenlijk een beetje een organisatorische link tussen mijn contacten in Singapore en jullie netwerk dijkmonitoring. Ik heb geprobeerd dat zelf een beetje mee te pakken, maar realiseer me ook dat ik toch inmiddels ook mijn beperkingen heb qua leeftijd. Dus ik zoek eigenlijk van mijn kant uit naar het meer structureel maken van de internationale contacten vanuit je netwerk dijkmonitoring. Dan zou je het ook via een internationaal netwerk moeten doen. Zou zoiets als iCall, daar zat u ook in, toch? Of zo? UCall, die hoek? Dat zou kunnen. Dat zouden mogelijkheden kunnen zijn. Nou, we gaan sowieso met de afdeling Unicorn, dat is onze communicatieafdeling, gaan we dat nog even
Dan zag ik expert, MOW Experta. Dan gok ik dat dat uit de hoek van het waterbouwkundig laboratorium komt, die opmerking. Ja, Experta is wat. Lopen, lopen, lopen. Sneller, man. Hey, we hebben de koffie en de thee. Dank je. Experta is de, binnen de Vlaamse overheid heb je gewoon een aantal experten nog in huis. Geotechneuten, waterbouwkundigen, hydraulici, hydrologen. En wij hebben wel met de piloten die wij de voorbije jaren hebben gedaan, ervaring opgedaan met technieken. We hebben dat ook al uitgewisseld, onder andere hier. En we hebben ook veel bij jullie gaan halen. Wij wachten eigenlijk op, bij wijze van spreken, de vraag om ergens extra ogen op een dijk te zetten. En afhankelijk van de problematiek, ook zo, ik denk dat Martin dat zei, of iemand zei ook, van je hoeft niet altijd alle sensoren ergens uit te rollen. Je kan gericht één of twee, of nee, het was Henk die dat zei. Ja, een van de ideeën die we hadden is dat je naar zo'n digital, naar zo'n benchmark gaat, hè, van dus dat je niet meer alles helemaal doet. Maar dat je op een of andere manier voor bepaalde gevoelige dijk, voor bepaalde elementen gaat benchmark. Ten slotte doen we waterschappen dat op de zuivering ook. En daar stuur je je zuivering zo. Dan ga je op een andere manier om met je beheer in. Dan ga je niet meer proberen alles, maar dan ga je de specifieke locaties die gevoeliger zijn voor droogte of voor vernatting, ga je dan daarmee checken. En als daar de belletjes afgaan, dan kan je je rest van je areaal doen. Dus dat zou kunnen. Nou, dat is een hele goeie. Dat vind ik jammer, maar dan gaan we moeten maar met een jullie dijkgraaf gaan praten of zo. Maar dat zal wel financieel zijn. Van wie is deze? Arn. Ja. Nou, je moet wachten op de microfoon, hè? Ja, ik had het al enigszins aangehaald, ook in mijn presentatie, in verband met de moeilijkheden en de uitdaging om fysieke zaken digitaal te vangen. En aan alle gevolgen die die daarbij komen. Ik wil er graag mee over brainstormen en ook eigen ervaringen delen. Ja, oké, okay, helder. Nou, volgens mij, dat was de laatste toch, Peter? Ja, nou, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie interactiviteit. Voor mij hebben we eruit gehaald dat we meer aan PR moeten doen. Dat Nederlands als taal om de wereld te veroveren niet meer de taal is waarmee je dat doet. Dat schijnt een paar eeuwen geleden het idee geweest te zijn. Dat we ook studenten meer moeten inschakelen, gewoon ook vanuit het project geheel. En dat we eigenlijk veel meer met de lifecycle aan de gang moeten. Dus niet meten en monitoren bij beheer, maar dat je veel meer ook de andere moet doen. En dan geef ik de voorzitter het woord. Nou, eerst even een applausje voor deze vier sprekers over het netwerk dijkmonitoren. Is er misschien nog een enkele vraag aan een van de sprekers? Want ik heb wel nog een vraag voor jou dan, Luolf. Want je begon in je eerste presentatie over anomalieën die de oorzaak waren van veel dijkdoorbraken, uit een praatje. En de vraag is even, van, kan dat netwerk dijkmonitoring, of in ieder geval al die monitoringsmethodes, ons daar hopelijk bij gaan helpen? Nou, ik heb het er met toevallig toen in Telford met Jaap Jeroen Flikwit over gehad, van die Engelsen. Want dat is natuurlijk wel heel interessant. Hè? Dus dat ze 20 dijkdoorbraken gehad hebben, de laatste 20. Dat is meer een regionaal systeem dan een primair systeem. Die ze dus niet gezien hebben bij hun assessment of asset. Dus het is een combinatie tussen het beoordelen en inspectie. En dat had allemaal te maken met iets geks. Dat er een lokale dijkverlaging was omdat er ooit een slootje gelegen had. Of was een opritje geweest. Of het waren ook een paar van die dassengraven. Maar ze allemaal, hè, gewoon 0% correlatie tussen wat ze wisten uit de beoordeling, ja, beheer, zeg maar, hoek, versus waar het gebeurde. En achteraf was allemaal dat er iets aparts was daar, zeg maar. En ik denk dat wij te veel, zeg maar, inspecteren voor het grote beeld, maar te weinig specifiek op het beeld waar het is. En dat we ook meer, om niet naar een totaal dijksysteem moeten kijken, maar bijna, hè, niet de dijk als object, maar binnen dat gewoon. En misschien is dat woord wat u had over mootjes, ik werd er wel heel blij van. Ja, misschien kan je daar meer mee doen dan we nu doen, zeg maar. Ja. Dat is denk ik wel dat ik de ene, sowieso waar zo'n beestje zit, zo'n graverij of iets anders. Ja, ik ben blij dat ik langs het Amsterdam-Rijnkanaal woon, waar Rijkswaterstaat van die stevige damwanden heeft die zo goed verankerd zijn. Ja, dat weinig wordt geschaad.
En ja, ik wil in ieder geval de laatste sprekers over even een complimentje geven over de tijdsbeheersing, want we hebben toch ongemerkt de tijd weer een beetje ingehaald.